Gisteren in Lang Leven de Liefde. Na een leuke dag daten met Senna grijpt Bas een kans in de hot tub. Wat zo belangrijk is. Ja. 10 man. Fijn. Pas. Maar Senna wil meer van Bas dan alleen die zoen. Ik ben altijd wel heel erg spraakzaam, maar ik merk dat ik het hier gewoon wat minder doe, omdat jij het heel veel doet. Het zou voor mij leuk zijn als je misschien dat enthousiasme ook een beetje omdraait in interesse in mij. Schoonheidsspecialiste Nikita moet nog gaan ontdekken of Patrick net zo bad is als dat hij eruit ziet. Leuk dat je hier aan meedoet. Ja, jij ook. We gaan er meer van maken, toch? Ja, zeker. We gaan er zeker wat leuks van maken. Lang leven de liefde is vrij. Maar wat vonden ze ervan dat je hier aan mee ging doen? Ze zeggen allemaal wat verschillend. Ze zeggen, ja, je bent gek, dat doet, zeggen ze, dit en dat. Maar hun denken natuurlijk van, ach, die hebben zat vrouwen, dit en dat, aanbod zat. Helemaal met een vrouw bed gedeeld, het is zeker. Maar ja, wat deden die vrouwen het voor? Maar voor wat? Voor korte duur? Weet je, het is toch allemaal met de vlag en de wimpel, snap je? Dus dan komen ze en ze gaan. Daar doe ik niet stoer over of zo. Ja, die one-night stands en shit, dat heb ik allemaal wel gezien. Ik laat me niet meer zo gebruiken, ga weg. Nee. Ik heb gewoon een vrouw, weet je, die goed is en waar ik echt wat aan heb. Weet je, ik heb, de rest heb ik al wel gezien, hoor. Ik heb alles al wel gezien en ik heb alles al wel gehad. Ja, dat is echt zo. Oh. Ja, dan moet je toch een andere richting kiezen. En kijk, en ik wist gewoon, hier zit je met z'n tweeën in huis en dan moet je, hier moet je. Ja, je kan hier niet wegrennen. Nee. Senna heeft het date met Bas verlengd, maar wil wel graag dat hij wat minder over zichzelf praat en meer interesse toont voor haar. Een opdracht die hij meteen heel serieus neemt. Even kijken. Wat zijn eigenschappen van jouw toekomstige partner die non-negotiable zijn? Dus dit moet hij echt hebben. Als hij dit niet doet, dan is, of dit niet heeft, dan wordt het nooit waar. Bij mij denk ik inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen. Ja. Dus een beetje een rots in de branding is ook wel. Dus dat zou ook heel fijn vinden in een relatie. Iemand waar je echt inderdaad gewoon naartoe kan met problemen. Met zaken als, oké, dit is voor mij belangrijk. Dit sommige zaken zijn inderdaad. Ja, denk je dat, dat soort dingen. Ik zelf ook waar aan hecht. Dus, ik vind het super oppervlakkig. Vind ik ook heel belangrijk. Dat je echt super over niks kan hebben. Maar ja, je moet ook momenten hebben dat je inderdaad echt even de diepte induikt. En ook over moeilijke dingen, levensvraagstukken, weet je. Wanneer je daar ook wel over na kan denken. En dan denk je van, oh ja, ik kan met iemand echt in een gesprek helemaal verliezen over alles. Hmm. Ja, ook, ja, en dan ook dingen van de geschiedenis, maar ook politiek, klimaatdingen en zo. Dat vind ik allemaal heel interessant allemaal. Ja. Supergoed gedaan, Bas. Je hebt Senna echt alle ruimte gegeven om naar jou te luisteren. Patrick en Nikita gebruiken gewoon onze vragen om elkaar beter te leren kennen. Heb je liever een goede bedpartner of een luisterend oor? Daar gaan we het. Nou, we hebben liever een goede bedpartner. Ja, vind ik toch wel belangrijk. Want daar heb je toch wel de passie en de liefde in. Ja, dat vind ik dus ook. Ja, nee, dat vind ik wel. Nou, lekker. Ben ik? Ja, gewoon. Wat voor type jongen val je eigenlijk? Nou, wat ik heb omschreven, ik val wel een beetje op de bad boys. Ja. Ja, gewoon tattoos, bruin haar. Ik val niet echt op blonde jongens. Sommige blonde jongens hebben wel iets, maar het moet gewoon iets in het kopje zitten. Hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik heb die... Ja, de tattoos heb je mee. Dat mijn haren niet dan? Ja, haar ook. Nee, ik val daar wel echt op. Ja. Bij jou? Ja, waar ik op val. Waar val ik op? Daar moet ik even over nadenken. Val je op brunet, blond, rood? Ja, je hebt wel een mooie haarkleur. Die haarkleur is toch hartstikke mooi. Ja, als ik heel donker haar heb, dan lijk ik heel krengerig. Nog strenger, of niet? Ja, dan ben ik echt heel streng. Nee, dan durf echt niemand meer tegen me te praten. Ja, dat staat je goed. Ja, je bent wel mijn type. Nou, leuk. Leuk om te horen. Ja. Kun je wel even storen? Voor... Toen wel een beetje erbij, voor de zekerheid. Kan ik wel even storen? Nee, geen probleem. Trouwens, de keuken... Als ik in de keuken sta, dan kan ik er heel slecht tegen als iemand op mijn vingers loopt te kijken altijd. Ja, ja, inderdaad. Ja, als je ruzie met mij wil krijgen, dan moet je echt bemoeien met wat ik aan het doen ben in de keuken. Ja. Lekker, keep. Mm-hmm. Nep keep. Ja. Gewoon stap 1. Stap 1, meng voor de zorg van de zakken met de melk in. Kom en laat het even staan. Deze is melk. Meng voor de zorg. Nou, dit is 400, dus 500. Kan je beter even een kommetje pakken of niet? Is dat 200 dan? Vast wel. Het leven is altijd een gok.
En anders eten we een zak chips leeg. Wil je later ooit trouwen? Oh nee. My god, dit staat wel aan. Oh, ja. Huh? Laat me even met rust als ik iets aan het doen ben. Nee. Oh, wil jij misschien de pasta afgieten, alsjeblieft? Ik wilde ook net vragen, maar ik dacht, hè, niets mee bemoeien. Ja, hiermee mag het wel. Nou, eet smakelijk. Lekker eten. Ja. Eet smakelijk. Ik hoop dat het smaakt. Ja, dat hoop ik ook. Ja, wel, toch. Zo goed komen, dat zou toch? Echt wel goed smaken, denk ik. Ja. Het is wel echt lekker, ja. Ja, toch wel. Ik vind het wel een beetje plakkerig, maar... Ja, dat wel. Normaal gesproken ga je met je date wel een keer de club in om te checken of hij of zij ook de moves heeft. Nou, dat kan bij ons gelukkig ook. Want Senna is wel toe aan een activiteit waarbij je niet hoeft te praten. Oh, deze kijk. Oh. Dit is zo mannelijk, dit, hè? Ik ben trots op je. Ja. Dadelijk win ik dit gewoon. Hè. Oh. Oh, kijk, tuurlijk. Oh, kijk. Oh, wat tuurlijk. Oh, kijk, dat mag ik. Oh, wij zijn zo goed hierin. Tuurlijk. Romantisch zijn wij, hè? Nou, ik laat het pyromaantje wel lekker zijn gang gaan. Het is je gelukt. Ja, toch. Ja, de avond is aangebroken. Ja. Je hoeft voor mij niet make-up op te doen, hoor. Hè? Je hoeft voor mij geen make-up op te doen, hoor. Nee? Zeker niet. Waarom niet? Zeker niet. Van nature ook vind ik mooi, hè? Staat je goed. Dank je. Lief. Ja. Weet je mijn naam nog? Nee. Flikker op. Nee, even serieus. Ja, ik vind het echt serieus. Nee. Echt niet. Nee, ik zweer het echt. Nikita. Nikita, natuurlijk. Ja, ik ben wel blij dat ik heb verlengd. Ik weet alleen niet of mijn gevoel is veranderd over dat ik echt dat aantrekkingskracht voel. Ja, ik ben aantrekkingskracht wel meer dan gisteren. Mm-hmm. Dat merk ik wel. Wie weet wat morgen brengt. Ja, dat is... Hoe doen we het met slapen dan? Je mag wel bij mijn bed hoor. Ik ben er klaar voor. Zeg maar eten. Nee. Ja! Zo lekker. Goedemorgen deze morgen. Ik ben super blij. Oké, ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendpersoon, maar ik ben nou wel gewoon fatsoenlijk wakker. Dat dacht ik wel heel erg. Oh, even kalm aan. Even kalm aan. Oh, je geeft me heel veel prikkels, Rick. Hoe vond je de dag gisteren? Ja, heel goed. Heel goed, eigenlijk. Fijn ook, hè. Dat ook een paar aspecten wel heel goed. Ja, we hebben het over iets gehad, wat we dan wilden doen, wat we moeten veranderen. En dat gebeurt dan ook. Dus dat is fijn.
Ja. Dus dat aspect zit dus in ieder geval goed. Ten zit hem ook echt, dat je ook gewoon niet alleen verliefd op elkaar bent, maar ook echt vrienden bent, echt leuk met elkaar hebt. Ja. Dat je niet hoeft te teren op zo'n verliefd gevoel, maar mm-hmm. dat het oprecht leuk is. Ja. Zonder dat daar nog andere dingen bij komen. Weet je, als het dan samenkomt, is het natuurlijk helemaal beter. Maar denk je dat je dat gevoel wel zou kunnen krijgen? Dat verliefde gevoel. Mm-hmm. Ja, kijk, ja, weet je, in principe zou dat wel moeten kunnen, inderdaad. Want ja, hoe je eruit ziet, vind ik leuk. Dat is de ene kant. En qua innerlijk ook. Dus dat soort dingen. Dus dan denk ik wel, ja, dat kan echt wel. Ja. Patrick heeft fysiek gezien zeker interesse in Nikita. Maar om nou te zeggen dat we romantische vonken over hebben zien springen, is dat een kwestie van rustig nog een dagje de tijd nemen? Of gaat het er echt niet van komen? Wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Ja, we hebben wel goede gesprekken. Zeker. Mm-hmm. We kunnen goed praten. We weten ook best wel veel van elkaar. We hebben echt wel veel dingen met elkaar gemeen. We hebben goede raakvlakken. Zeker. Alleen heb ik de aantrekkingskracht niet zo echt bij jou. Mm-hmm. Ik denk dat we vriendschappelijk wel echt heel goed kunnen klikken. Ik denk het ook wel, Maar voor mij zit het er niet in, zeg maar, qua relatiegebied. Relatie niet, hè? Nee. En jij bent best wel open en eerlijk, zeg maar, over hoeveel vrouwen je hebt gehad. En ik wil graag wel een speciaal iemand zijn, zeg maar. Ja, dat snap ook ik, bedoel. Ja, ik snap, dat ik niet zomaar een nummertje ben, zeg maar, voor straks erbij. Dat zijn wel voor mij een beetje de struikelpunten. Snap ik. Als het aan mij had gelegen, ik had nog wel verder willen kijken. Mm-hmm. Gewoon om te kijken of die aantrekkingskracht er nog kon komen of nog kon zijn, weet je wel. Ja. Ik had er nog wel naar willen kijken. Maar ik heb het wel echt heel leuk met je gehad. Ja, ik ook met jou, zeker. Ja, dan zullen we de koffers pakken. Helemaal goed. Ja? Ja. Dus ik heb alles, toch? Wel thuis. Hetzelfde, doei. Er zijn vast een heleboel leuke bad boys die opgelucht zijn dat Nikita als single terugkeert naar Steenwijk. Maar die moeten haar wel achterna reizen, want Nikita komt niet meer terug. Patrick zet vol in op de herkansing. Gaat jouw hartslag omhoog als je naar hem kijkt? En heb je net als Patrick het vrijgezellenbestaan wel gezien? Geef je dan snel op voor een date. We zitten hier nu 48 uur. Ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, eigenlijk heel goed. Het gaat zo makkelijk en het is zo gezellig. Ja. En ik ga helemaal stuk van het lachen en zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk echt, dat is echt top. Ja, nou, hoe ik het eigenlijk heb ervaren is inderdaad dat ik het de eerste dag heel erg leuk vond. En ik was heel blij, ben heel blij dat je zo open bent als dat je bent. Dat je veel kletst. Want ja, daarom is het niet ongemakkelijk en hebben we enorm veel schik. Maar dat aantrekkingskracht heb ik inderdaad die eerste dag ook niet gehad. En omdat ik soms het gevoel had dat je er niet helemaal voor open stond om mij te leren kennen waar we het over hebben gehad. Ja. Had ik eigenlijk bij de eerste verlenging best wel veel twijfels. Kun jij je een klein beetje aanpassen? Ja, je meer openstellen voor mij? Dat is inderdaad wel gebeurd. Maar dat ging ook een beetje op en af voor mijn gevoel. En die aantrekkingskracht, het is eigenlijk voor mij duidelijker geworden dat ik dat nog steeds niet heb. Ja. Dus hoe gezellig ik het met je heb en hoe leuk ik je vind, ik ga er wel voor kiezen om niet te verlengen. Dan wordt het koffers gaan pakken. Ja. Ik ga je een knuffel geven. Ja, tuurlijk. Want dat was natuurlijk veel te gezellig. Ja, veel te leuk. Ja. Om hier verdrietig naar huis te gaan, zijn we allemaal. Ja, zeker. Het was natuurlijk echt superleuk. Alleen, ja, het is net het kleine stukje. Wat zit er niet in? Of is er niet? Nee. Er niet. Wel thuis? Ja. Ciao. Houden. Bas kwam vrolijk en als vrijgezel naar binnen. En zo gaat hij ook weer naar buiten. Hij gaat zelf verder zoeken, want als er iemand is die goed naar zijn eigen gevoel zou moeten kunnen luisteren, juist. Voor Senna smaakt deze date zeker naar meer. Zij is beschikbaar voor een nieuw avontuur, maar dan het liefst met iemand die net wat meer interesse toont in wat zij te melden heeft. Deze strak geklede jongeman heet Dion. Hij is 22, komt uit Loosdrecht en werkt in een hotel. Hij zoekt een vrolijke blondine die goed kan opschieten met zijn familie en met zijn voetbalvrienden. Wat ik een no-go vind, is sowieso iemand die vaak chagrijnig is. Wat nog meer een no-go is iemand die echt een plat accent heeft. Dat vind ik niet echt super aantrekkelijk. Qua uiterlijk, mijn type is toch vaak blond haar, blauwe ogen. Oh shit. Ja, en qua innerlijk vind ik het gewoon belangrijk dat ze spontaan gezellig is. En dat ze ook goed zou kunnen opschieten met mijn familie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En ze moet ook wel sterk in de schoenen staan. Want anders zijn mijn ouders denk ik wel bang dat ik over de heen zou lopen.
Nou, daar hoeven ze bij Mirke niet bang voor te zijn. Deze 22-jarige pedagogisch medewerker uit Os weet precies wat ze wil. Een sportieve jongen die er leuk uitziet en ook nog een beetje lief is. Ik sta ook echt wel open om iemand te ontmoeten. Ik denk dat het nog niet gelukt is, omdat ja, toch altijd misschien wel de verkeerde jongens aantrek. Tegenwoordig is het lastig om iemand te vinden die ook echt een relatie wil. Want heel veel mensen vinden het ook gewoon prima om single te zijn. Ik ben op zoek naar echt een beste vriend. En het is wel leuk als hij een beetje knap is. Ik vind een grote neus, vind ik dat is heel gek. Maar ik vind een grote neus vind ik ook wel mooi. Ik heb wel graag iemand die langer is dan dat ik ben. Een beetje zonnebankbruin vind ik ook wel leuk. Tattoos vind ik leuk. Een beetje fuckboy, alleen dan wel lief. Hi. Hi. Hi, ik ben Dion. Hoi, Mirke. Kijk eens, deze is voor jou. Oh, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Welkom, yes, dankjewel. Ja. Leuk. Het zijn twee biertjes uit Os, want ik kom uit Os. Oh, je komt uit Os, oké, leuk. Ja. Dus, oké. Ja, ik ken Os alleen van de voetbalclub, dus... Ja. Ja, dat is niet best, nee. Nee, dat is niet best. Nee. Oké, leuk. Nou, zullen we eerst even wat drinken pakken? Ja, lekker, ja. Eens even kijken. Wat vind jij lekker? Ik lust alles. Zullen we gewoon een flesje wijn openen? Ja, is helemaal goed hoor, ja. Sorry, ik was je naam alweer vergeten. Mirke. Mirke, okay. Mirke, sorry, ik ben jouw naam ook eigenlijk vergeten. Dion. Dion, ja. Kijk eens aan. Lekker. Nou, alsjeblieft. Yes, dankjewel. Proost. Oh, ja. Ik heb ook iets voor jou meegenomen. En mijn vrienden van mij die hebben ook een brief erbij geschreven. Die heb, die heb ik zelf nog niet gelezen. Oh, echt niet? Dus, het is ook echt een brief. Oh, jee. Nou, beste. Om te beginnen moeten wij vertellen dat zijn echte naam Barry is. Toen Barry ons vertelde dat hij mee ging doen aan Lang Leven Liefde, waren wij simpelweg verbaasd. Want hoe kan een romanticus die veel aandacht krijgt van vrouwen hier nou aan meedoen? Het eerste wat je moet weten is dat Barry regelmatig zijn ruggengraat verliest in de voetbalkantine. Desalniettemin houden wij van hem. Groetjes Jordi, Cody en Sam. Nou, ik vond het... Nou, leuk, ja. Ze hebben me nog redelijk gespaard. Ja, nou, het valt mee, toch? Ja. Valt mee. Nou, heel leuk. Leuk. Nou, dan heb ik deze erbij. Cocktail. Zet. Oh, wat leuk. Nou, ik had dus als date idee cocktail shaken bedacht. Oh, echt? Ja. Nou ja, dat is dus wel grappig. Want ik dacht van, nou, ik heb nu zo'n leuke cocktail set gekocht. Dan kunnen we die misschien wel gebruiken. Dus je houdt ook wel van cocktails? Ja, zeker, ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Maar heet je nou, hoe heet je nou echt dan? Nee, ik heet Dion, maar mijn vrienden noemen me altijd Barry. Oh ja. Het is dus zo dat ik in mijn vrije tijd dart ik nog wel eens. Er is dus een darter, die heette Barry van Peer. En die had darteritis en die kon zijn bel niet loslaten of zo. Dus daar hebben ze toen een grap van gemaakt. Toen noemden ze me uiteindelijk Barry. En dat, die naam heb ik nu echt al jaren. Ik vind darten niet echt per se iets heel erg aantrekkelijks wat een man doet, zeg maar. Dus het is niet echt iets wat ik heel vaak op een eerste date vertel. Maar bij deze, ik gooi het er gelijk uit. Dus je wordt nooit Dion genoemd? Door hun niet, door hun niet. Nee. De 32-jarige Thijs uit Alkmaar is sportief en avontuurlijk ingesteld. Hij zou het leuk vinden als zijn date dat ook is. En daarvoor heeft hij onze hulp nodig, want zelf heeft hij moeite om contact te leggen. Ja, ik denk dat het nog niet gelukt is, omdat ik gewoon niet zo'n held ben met vrouwen. Ik spreek niet makkelijk iemand aan. Dus ik denk misschien dat ik wel eens ook wat dat betreft kansen heb gemist, omdat ik niet genoeg ballen af en toe heb, zeg maar. Maar ja, niks gaat vanzelf. Ja, de zon komt vanzelf op. Maar die relatie die komt niet aanbellen aan de deur. Ik ben op zoek naar iemand die zorgzaam is. Iemand die sociaal is. En die, dat zou ik ook leuk vinden als ze niet bang is om haar nagels te breken. Qua uiterlijk vind ik het mooi als iemand lang blond haar heeft. En qua lengte mag ze ook wel best lang zijn. Want ik vind lange benen vind ik altijd wel mooi om te zien. Twee lange benen voor meneer? Nou, daar zijn ze. Maar de 26-jarige Camilla uit Utrecht zoekt wel een man die op zijn eigen benen staat. En verder is het wel fijn als hij sportief is en gezond leeft. Ik ben nu een jaartje single. En eigenlijk hebben iedereen van rond mijn leeftijd die ik tegenkom, hebben eigenlijk al een relatie of wonen samen. Die hebben allemaal kinderen en weet je het al wat. En dan kom ik in mijn eentje daar aanzetten. Nee, ik woon in mijn eentje. Super gezellig. Ik heb in mijn relatie iemand nodig die mij tegengas geeft. Ook wel spontaan is en extrovert. Dat als ik uitga met vrienden en iemand is mee, dat die niet achter mij als een hondje achter me aanloopt, maar gewoon lekker zichzelf ook kan vermaken. Want ik ben elke 5 minuten ergens anders.
Ja, ik ben qua uiterlijk niet heel kieskeurig. Want ja, je innerlijk verandert niet en je uiterlijk wel. Ik vind gewoon als er een klik is, is dat gewoon belangrijker dan iemand uitziet. En misschien zouden mijn ouders zeggen krulletjes. Omdat twee van mijn lange relaties wel jongens waren met blonde krulletjes. Maar dat is toeval. Mijn droomrelatie is eigenlijk gewoon lekker druk bezig. Gewoon je eigen ding doen. Relatief hard werken. En dan later als je gewoon oud bent, dan kunnen we gewoon leuke dingen ondernemen. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, Camilla. Hoi, ik ben Thijs. Hoi. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk je ook te ontmoeten. Spannend. Ja. Ook wel. We gaan het wel merken wat er gebeurt, toch? Ja, inderdaad. Inderdaad. Mijn naam is, zeg maar, ik hou van thee. Dus ik dacht, ik maak het je makkelijk als je mijn naam vergeet. Ja, die was ik al vergeten. Staat erop, soort van, okay. Je schrijft het niet zo. Spreekt bijna hetzelfde uit. Camilla Thee. Want ik hou heel erg van lekker op de bank zitten en rustig en thee drinken. Dus ik drink ook geen koffie, ik drink gewoon echt alleen maar thee. Okay. En ik hou ook van bakken, dus ik heb zelfgemaakte koekjes voor ons mee. Oké. Okay. Ik dacht, dan kunnen we 's ochtends, weet je al, kop thee, koekjes of straks als we trek hebben. Klein maar gezellig samen vooral. Ja, nee, leuk. Ik heb voor jou ook wat meegenomen. Dat is dit pakket. En ik heb ook iets voor ons allebei meegenomen. Ik heb wat groenten uit de tuin meegenomen. Nee. Uit onze moestuin. Nou, daar hebben we allebei wat aan. Nee, dat is een leuk idee. Ja, want ik hou erg van koken. Dus het leek me ook leuk om samen een drie-gang neer of zo bijvoorbeeld iets te maken. Dat we gewoon. Mm-hmm. Dus dat kunnen we dan mooi gebruiken. Dat is ja, wel leuk. Zeker. Nice. Ja, leuk. Courgette, knoflook, aardappels en paarse spessieboom. Nou, ik heb nog nooit paarse spessieboom gehad. Dus dat is een bonuspunt. Ja, er zit heel veel liefde in. Ah, leuk. Maar vertel eens, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Oké. Okay. Dus ik werk in de kinderopvang. En, dan, daar heb je dan ook een studie voor gedaan? Ja, ja, ik, heb, ik ben klaar met school eigenlijk, dus ik werk gewoon fulltime. Maar ik ga over een halfjaartje ga ik naar Curaçao toe voor een half jaar. Ja. Want op dit moment weet ik gewoon niet zo goed wat ik wil. En ik vind de kinderopvang heel leuk, maar ja, ik denk toch dat ik uiteindelijk wel iets anders wil gaan doen. Je gaat dus een half jaar naar Curaçao? Ik ga een half jaar naar Curaçao toe, ja. En stel nou dat jij de ware liefde vindt? Ja, daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Nee. Nee, ik dacht gewoon, ik ga lekker naar Curaçao toe, want ik zie het wel. Voor mij is dat geen probleem. En misschien wil die wel mee. Ja, ja. Ja, wie weet. Dat, ja. Oké, okay, grappig. Ja, ja. Oké, okay, betreft vacature geliefde. Geachte onbekende, naar aanleiding van een langlevende liefdeadvertentie wil ik hierbij solliciteren op de functie geliefde. Tijdens mijn carrière heb ik al een stage gelopen binnen deze functie, maar het heeft niet tot een langdurig contract geleid. Mijn goede eigenschappen zijn onder andere dat ik prima overweg kan met een waterkoker. Hoewel ik erg nieuwsgierig ben naar jou als match, vind ik het ook reeds spannend. En ik ben benieuwd wat er de komende 24 uur ons brengt. Groetjes Thijs. Ik vind het leuk. Ik kan me erin vinden, hoor. Ik vind het ook wel spannend. Ja? Ja, ik vind ze wel echt heel mooi. Dank je wel. Nou, alsjeblieft. Dank je. Ben ik wat je verwacht had? Nou ja, goed. Qua uiterlijk ben je zeker mijn type. Ja. Oeh. Ja. Dat is fijn. Ja. Nou, ik ben dus heel dom geweest. Ik heb dus maandag had ik een afspraak staan voor mijn lippen. Dus die zijn net gedaan. Oh, echt? Ja, je had het wel al gezien, denk ik. Want ze zijn een beetje blauw en best wel opgezwollen. Toch? Ja. Ja. Het was me niet heel erg opgevallen. Oh, nou, zeggen, dan hoor. Zeg ik nu iets wat ik eigenlijk niet had moeten zeggen. Nee, maar ze worden minder. Ze zijn nu erg heftig nog. Oké. Okay. Dus dat was niet zo heel slim van mezelf. Maar ja. Maar heb je dat al vaker gedaan, je lippen laten nee, doen? Nee, dat is de eerste keer. Dat was de eerste keer ook. Dat is de eerste keer ook. Dus. Oh. Maar hij ligt op de parkeerplaats. Welk eigenschap van mij vind je het mooiste? Leg uit. Ja, van wat ik tot nu toe heb gezien, vind ik het wel leuk dat je eigenlijk heel makkelijk praat en vrij open bent. En misschien een beetje chaotisch. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar soms. Dat vind ik wel leuk. Ja. Oké, okay, mooi. Ik vind wel dat je bent wel lekker rustig. Dus je maakt mij ook wel rustig. Oké. Okay. Dat is voor mij positief. Oké. Okay. Maar ben je daar ook naar op zoek? Dat is de vraag natuurlijk. Nou, ik heb wel iemand wel een beetje die mij ook wel tegengas geeft, maar af en toe ook wel een beetje in toon kan houden, zeg maar. Oké. Okay. Yes. Helder. Zo. Vind je kinderen leuk eigenlijk? Ja. Ja? Ja. Nou, ik vind het ook echt leuk. Maar wil je later ook kinderen? Of? Ja. Ja? Hoeveel? Twee. Ik zeg dus altijd, ik wil er of één of drie. Oh nee.
Het duurt allemaal nog heel lang. Ja. Even trouwens, wat denk jij over slapen vanavond? Oh ja. Dat moeten we wel vooraf even besproken hebben. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, mij maakt het niet uit of we in één bed slapen of niet. Ik heb daar geen... Nee, mij ook niet. Ik heb daar geen probleem mee. Nee. 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 Heb je al nagedacht over wat je met slapen wil? Het maakt mij niet heel veel uit. Ik ben niet zo heel moeilijk. Ik weet niet wat jij wil. Ik wil graag apart slapen. Dat is prima. Ik vind het prima. Ik ben ook niet zo moeilijk of ik op de bank lig of niet. Ik had me voorgenomen om op de bank te gaan slaan. Is goed. Ik vind het wel lekker om gewoon, als je de hele dag met elkaar hebt opgeschoten, om dan gewoon in je eigen bed even alles op een rijtje te zetten en zo. En 's ochtends ook weer in je eentje wakker te worden. Helemaal prima. Mirke en Dion hebben het al over samen slapen en kinderen gehad. Maar voor ze die twee onderwerpen gaan mixen, willen ze elkaar toch echt even net iets beter leren kennen. Waarom is het fijn om jou als vriend, vriendin te hebben? Ik ben een makkelijk, maar ook wel een moeilijk persoon. Dat kun je wel zeggen. In welk zin ben je moeilijk? Ik heb wel, als ik even mijn bui heb, zou ik maar zeggen, dan moet je me ook echt met rust laten. Dan moet je ook gewoon echt niet in mijn buurt komen en niet zeggen van, ja, wat is er aan de hand? Kunnen we dit en dat? Nee, dan moet je gewoon echt... Ja? Echt... Ook als ik op een hele geduldige, lieve manier naar je toe kom en je gewoon aanspreek? Vooral dan. Ja? Oh. Nee, dan moet je me echt gewoon... Kan ik beter boos op je worden? Ja, ik moet wel iemand die ook een beetje sterk in zijn schoenen staat. En ja, ik heb wel een beetje tegengas nodig, denk ik. Ja. Dan heb je in mij wel een goede. Ja. Nou, zonder hulp. Dat is gewoon goed. Heb je al de behoefte gehad om mij te zoenen? Jezus, wat een vraag. Niet per se, maar ik zou het ook niet erg vinden. Nee. Ik kan me zo voorstellen dat moment vanavond komt, zeg maar. Ja. Ja. Ja, mee eens. Ja. Ik vind het wel heel leuk dat je eigen groente hebt meegenomen. Ja? Ja. Kan ik zeker waarderen, vind ik leuk. Nou, dat is goed om te horen. Hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het gezellig. Ja, leuk gezellig jongen. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het lastig in te schatten of je niet te rustig bent. Ah, ik heb eigenlijk exact hetzelfde. of jij niet te druk bent, zeg maar. Als je me tegen was gekomen in de kroeg of zo, had je dan bij mij ook wel gedacht van ja, dat past wel of dat niet? Als ik jou in de kroeg zou tegenkomen, dan zou je me wel opvallen. Ik vind je wel knap. Dank je. Dat was toen ik binnenkwam, dacht ik, oh, dat is een knappe meid. Dank je. Daar heb ik altijd ongemakkelijk van. Ja? Hoezo? Ik weet niet, ik had het ongemakkelijk om te zeggen. Oké. Ik word ongemakkelijk van complimentjes. Oké. Nee, maar dat is positief. Dat is wel fijn. Maandag vertelt Thijs en date Camilla even flink de waarheid. Gisteren zei je natuurlijk van, kan je mij tegengas geven? En dan ga ik er later nog eens over nadenken. En denk, ja, hou eens even. Tegengas geven als je vindt dat je te veel gas geeft. Misschien moet je dan gewoon op de rem drukken in plaats van dat iemand tegengas moet geven. Dus dat. Tot maandag!